Hier zien jullie de showroomkeuken Ola staan in Grigio Cemento. En zoals jullie weten, deze keuken vind ik zelf heel mooi. Ik verkoop hem heel vaak. En ik vind persoonlijk Grigio Cemento de mooiste kleur die Schneider al heeft. Ik ga hem bekijken bij een klant in Antwerpen. De klant van project 1080. En het is mijn vorige showroomkeuken. En dan zullen jullie zeggen, waarom verkoop je nu elke keer je showroomkeuken? Nou, altijd is er wel iets wat verandert. En dan verkoop ik hem als showroommodel met wat extra korting naar een klant. Ik heb weer een helemaal nieuwe showroomkeuken. En natuurlijk, het is more or less hetzelfde, maar er is altijd wel iets wat veranderd is. En ja, ik heb altijd graag het nieuwste van het nieuwste in de winkel. Ik ben Rudy, ik heb een keukenwinkel in Arnhemuiden, dat is in Zeeland. En daar verkoop ik mijn Italiaanse designkeukens. Maar naast keukens hou ik me ook met meer dingen bezig, zoals sportvliegen en natuurlijk ook koken in mijn mooie keukens. Welkom in mijn wereld. Ik ben nog steeds in de Schneider Ola showroomkeuken, maar dan bij Bonita en Ludo thuis, de klant van project 1080. En zoals jullie zien, het eiland is gewoon hetzelfde gebleven. Hier is eigenlijk niks aan veranderd. Behalve dat Jan Levine dan de plintverlichting heeft toegepast. Dat heb ik in de showroom dan niet. Hè. Dus hier zit plintverlichting onder de keuken. En kijk bij de hoogkastwand. Hier is er echt wat gebeurd. Want tussen de hoge kastwand is een extra blok geplaatst, als het ware, met een werkblad. En ja, dit is natuurlijk een hele gave kast, hè, met de klepkast. Met de croupier blende van de Ola. Moest kijken, het lichtje gaat ook aan als je de klep open doet. Zie je, dat is leuk. En dit is een cola piatti, dus de natte borden zet je hier zo gewoon weg. Dus je ontbijtje doe je, spoel je bordje af en dan doe je het natte bordje daar zetten. Dat is het hele idee van die kast. Dat zal ik nog eens even uitleggen aan de klant. En ja, bovenkast erbij. Vaatwasser. Twee spoelbakken, kan je niet missen. Dus als ik hier zo de mossels aan het schoonmaken ben, kan iemand anders daar zijn handen afwassen of zo. Het is echt wel hartstikke leuk, luxe. En dubbele oven, net als wat ik nu in de showroom heb, is heel handig. Zoals je ziet, wel, kijk, ik heb hem hier nu in gebruik als combistoomoven. Dus ik ben echt aan het stomen nu hier zo, in de combistoomoven. En hier heb ik dan de oven in gebruik als bordenwarmer. Want zoals jullie weten, koude borden, dat kan niet, want stomen hoort eigenlijk met warme borden, omdat gestoomd eten sneller afkoelt. Dit zijn Ludo en Bonita. En eigenlijk wil ik wel even weten, hoe was het een beetje gegaan met die keuken? Hoe kwam het op het idee om een showroomkeuken aan de markt te gaan kopen? Tja. Ik heb dat op internet gezien. Ja. In 2007. En voor de kijkers thuis, het is nu 2023, bijna 2024. Ja, maar ik heb dat in mijn computer gehouden. Ja, 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 ja. En met de verbouwing heeft mijn man mij verrast met de keuken. Dat was een lang uitgesponnen droom, hè? Dat toch waarheid is geworden. Ja, ja, ja. Dat valt allemaal goed. Ja, ja. Dus, wat een beetje ambetant is. Ambetant is lastig, hè, voor de mensen in Nederland. Ja. Want soms zit hier een sleutel. Ja. En dan weet ik niet gewoon dat. Dat zal ik uitleggen. Dat is het kinderslot. Ja. En dat is de meest gevraagde vraag. En volgens mij. Hoe komt dat daar? Kijk, als je dus het probleem hebt, hè, de cameraman heeft hem even op plot gezet, dat is kinderslot. Dan krijg je hem niet aan en dan moet je volgens mij deze aan ingedrukt houden. Kijk, waar? Zie je hem? Ah, dat is hem. Okay, ja. Dus het klokje, hou je even vast, gaat hij vanzelf af. Een van de betere dingen aan de keuken vind ik het belichting, zou ik zeggen. Er is veel lichtopties, zoals beneden. Ik vind het een heel mooie aesthetiek geven, een goede sfeer geven. Als je het in donker wilt, dan kun je die lichten uitdoen en dan kun je die lichten aandoen. Dat vind ik ook al een leuke sfeer. Ja, ook met de kerstmislichten en zo, je maakt het wel wat extra. Het is ook wel een beetje binnen.
Zeker als je van een iets ouderwetse keuken komt. Maar deze keuken is het wel een beetje veel meer plaats, veel meer kasten en zo dat je kunt openen. Maar uiteindelijk wordt het er gewoon en ja, iedereen heeft ook zijn eigen plaats in de keuken. Zo. Mijn plaats is al ongeveer zo. Ja, ik heb eigenlijk weinig slecht te zeggen over deze keuken. Ik vind het ook een heel uniek design. Zeker met de surflank, zo, ja, wij noemen het eens de surflank. Ja, en ook gewoon dat de poot ook niet in de weg zit en zo. Dus ja, nee, ik vind het wel best goed, zou ik zeggen. Ik vind dat wel een mooie keuken. We gaan niet dat er twee ovens zijn, omdat wij gebruiken de oven veel. En ja, veel meer opbergplaats. Wat echt wel nodig was voor ons, ja. Dat wij zo'n groot gezin zijn. Ja. Dus ja, ik vind het een heel mooie en praktische keuken eigenlijk. Ja, ik vind het ook een mooie keuken en inderdaad veel plaats. Dus ik heb het op me. Dankjewel dat je een mooie keuken bij me hebt gekocht, toch? En eet smakelijk. En tot de volgende keer naar de Muiden. En je moet nog een keer komen vliegen. Ja, ja, ja. Ja, 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 zeker. Dat gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Maar dan moet het weer wel iets beter zijn. Dan. Ja, ja, dat komt goed. Heb je veel kunnen vliegen de laatste week? Toch? Jawel. Oh, oké. Ga gewoon door.